Goedendag, en deze eerste dag van de hithoof. Ja, het is warm, ik ben buiten geweest, ik heb gewoon alleen gemaakt, maar amai, het is echt wel iet. Ja, ja, kijk, ik heb gepaced met dat Cienzano niet meer de cijfers dagelijks bekend maakt van ja, de afgelopen 24 uur dat er verzameld is geweest. Kan ik misschien doen, de cijfers al ik zelf van worldmeters.org, van het internet, en ik pees dat ze zonder andere cijfers toch ergens via van het internet van Cienzano aan. Dus vandaag zijn er 88 besmettingen zijn verzameld, zo, van de afgelopen dagen, het is altijd zo geweest. En er zijn 9 sterfgevallen gemeld. Dus ja, vandaag 24 juni, 9 sterfgevallen. Ja, trouwens, proficiat die temmen. Geen onberichtje gestuurd, maar proficiat. Gelukkige verjaardag. Ik zal nooit denken hoeveel dat ik er heb in Rico gezet. Nee. Dus meer dan de gemiddelde van 5 sterfgevallen van de afgelopen de voorbije 3 dagen. Dus ik weet dat er morgen gisteren bekend gemaakt is. Ja. Ja. Trouwens, het aantal besmettingen is nog altijd in dalende lijn. En de website van Cienzano is een kaartje gezet van België, van waar dat de meeste besmettingen voorkomen. Het is best wel interessant. De situatie in België een beetje wel dat volgen, doordat ik kan over een keer op die website te gaan. Ik ga de link wel in de beschrijving zetten. Allee. Tot morgen.